nu bij El Conacaste, een project van de Hesley Koch Foundation van 2017. We hebben hier ook een project Healthy Home Kids geregeld, samen met de Evenco Foundation en Habitat for Humanity. We zien hier de resultaten die gerealiseerd zijn met de stoofs die gemaakt zijn. We kunnen zien dat hier niet meer in het openbaar gekookt wordt, maar dat netjes op een oventje gebouwd en de rookafvoer ook naar buiten gaat. En dat op die manier minder hout gebruikt wordt en veel beter voor de gezondheid is. Onderdeel van de Healthy Home Kits zijn ook de waterfilters. En de waterfilters, daarvoor weer wordt geregeld dat er schoon drinkwater voor de families beschikbaar is. En normaal gesproken kan het zijn dat ze uit een put water halen of uit regenwater gebruiken voor drinkwater. Dan moeten ze eerst koken, daar wordt ook weer veel hout voor gebruikt, wat weer slecht voor het milieu is. En deze waterfilters zorgen ervoor dat het water 100% veilig is. Wij staan nu bij een latrine, een toilet eigenlijk, goed Nederlands gezegd. Deze is ook het onderdeel van het Healthy Home Kids programma. En vroeger hadden ze zeg maar, ergens een paar doekjes hangen waar ze dan hun behoeftes deden. En nu hebben ze een mooi hygiënisch toilet. En waarin het zeg maar, menselijke afval zeg maar, op een nette manier gecompenseerd wordt. En wat ze dan weer kunnen gebruiken voor bemesting. Dus een enorme verbetering wat betreft hygiëne voor de bewoners zelf.